Rodania. Rodania. Hello, I'm Modi van Zeeland. What's up en welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem, jullie game-commentator. Ja, het is een beetje later dan verwacht vandaag, maar oké, het zij zo. We gaan kijken naar de 12e aflevering van de Pro Cyclist mode op PCM 21 met Marie van Zevenant, de Belgische kampioen. En voor degenen die zich afvragen, ja, waarom deze week zoveel fut op jouw kanaal en waarom de laatste tijd meer FIFA? Ja, het is eigenlijk zo dat ik wat interesse in Pro Cycling Manager aan het verliezen ben, maar eigenlijk ook in het algemeen over YouTube. Ja, dus ik weet, man, het zou wel eens kunnen dat begin volgend jaar echt wel een pak minder zal gaan worden op mijn kanaal. De subs komen eigenlijk ook niet meer bij. Ja, dat is niet echt een super motivator, moet ik eerlijk stellen. Ook de views beginnen te slapwakken. Ja, het begint misschien ook gewoon eentonig te worden, wat ik volledig begrijp. Dus ik denk dat ik zelf ook gewoon wel wat minder content ga beginnen uploaden. Tot en met nieuwjaar zal het nog meevallen, maar vanaf dan zal het toch echt wel een pak verminderen. In ieder geval, wij gaan eerst en vooral kijken naar de GP, de cycliste Quebec natuurlijk in Canada. Een van de twee World Tour wedstrijden daar. En je zag ook al dat we onze willpower skill vaardigheid hebben gepimpt tot het tweede level. Jawel. Waarom? Omdat je dan eigenlijk een negatieve dagvorm kan ombuigen in een positieve dagvorm. Allee, toch wel de voorspelling is dat, de prognose voor een wedstrijd. En vandaag gaan we zien dat Van Aert, Alaphilippe, Roglic, Hirschi, Sagan, Cosner, Fass, Simmons, Benoit, Gaudu of Mohoric gaan winnen. Al hoop ik natuurlijk te winnen met Marie van Zevenant. Poels en Benoit staan nog in het magazine. Een Canadees bladje. En wij gaan naar de laatste rondes in deze GP. De Grand Prix. En wat kan deze Belgische kampioen doen? Nou ja, we hebben onze rode trui helaas moeten inleveren aan de Vuelta-organisatie. En aan Enric Mas. Jawel, wat een ontknoping was het daar in de laatste week van die La Vuelta. Als je het nog niet hebt gezien, ga zeker die aflevering gaan bekijken op mijn kanaal. Heel lang in die rode trui gezeten, maar die laatste week was er te veel aan. Geen vormpiek, vandaag ook niet, dit seizoen eigenlijk niet meer. En we gaan eens kijken of we hier nog iets kunnen doen zonder vormpiek in de laatste wedstrijden. Het Europees kampioenschap zometeen. Het WK, dat lijkt er niet te gaan in zitten. Nee. We hebben nog steeds geen uitnodiging ontvangen. Hij staat nog steeds niet op onze kalender. Dus ik vrees dat we niet naar het WK in Leuven gaan mogen. Dat is jammer, maar ik snap het ook wel. Het parcours ligt totaal niet Marie van Zevenant. Al is het toch meer heuvelachtig dan kasseiachtig. Maar oké, volgens Pro Cycling Manager is het denk ik echt een combinatie van de twee. En hier zitten we op die steile knik op het einde in Quebec. We moeten mee. Kom aan, Marie. Volge man. Alaphilippe zit hier ook nog. En de groep der favorieten dunt wel bijzonder snel uit, hoor. Tot 18 man. Nog twee daar voorop. En dat zijn al, denk ik, twee favorieten die daar net waren weggesprongen. Jawel, met onder meer Markske Hirschi. Hij heeft geen idee of dat hij nu een goede dag had. Iets te snel op Van Zevenant geklikt. En hier Van Aert. Hij heeft een negatieve dagvorm. Jawel, Bartje is niet super. Maar oké, op dit parcours zijn stats, zijn sprint. We gaan zeker en vast met Van Aert moeten afrekenen. En Sagan heeft een goede dag trouwens. En deze mannen gaan nu wederom in de achtervolging op een volgende aanval. Een aanval die volgens mij werd opgezet door Cosnefroy. En Bardet gaat ze nu gaan terughalen. Die drie man. We moeten mee de laatste ronde in nu. Voilà, voilà. Kom aan, Mauri. We zitten nog altijd goed. En ik ga hier ook al even de aero inknallen. Nou, het is misschien net iets te vroeg, hè. Valpartij van Devenijns ondertussen in de achtergrond. En DSM blijft duwen. Hè. Het is Bardet die er echt naartoe wil. Hij wil het gat dichten voor zijn ploeggenoot die er nog zit. Benoit natuurlijk. En Mohoric valt nu stil samen met Hirschi. Het was Cosnefroy, normaal gezien de man van Ajuder Citroën. En dan gaan wij als eerste deze knik op. De laatste helling naar de streep in Quebec. Wat kunnen we doen met Mauri? 66 sprintstat, ja dat wordt moeilijk. Boscon gaat nu naar de kop. Voor Ineos, Roglic volgt gezwind, jawel. Dan was het Hirschi voor UAE, neem ik aan. Pogacar niet aanwezig in deze GP Quebec. En nu, het valt weer even wat stil.
Laatste halve kilometer. Ah, we zijn los. We zijn los met z'n drieën. Maar daar gaat Roglic. En is dat niet te vroeg, Primoz? Wij proberen wat te wachten. Nu gaan we met Van Zevenhand. Gaan wij niet te laat? Nee, dit lijkt me ideaal eigenlijk, de aanzet. Maar Roglic is gewoon ronduit te sterk voor ons vandaag. Hirschi sprint nog net naar plek 2. En we kloppen Van Aert voor de derde plek. Oh, dat is sterk. Dat is sterk, Mauri. En Peter Sagan, goeiedag, Slovaaks kampioen. Maar hij komt hier niet als eerste over de streep. Nee, ook Alaphilippe was toch wel een pak minder. En uiteindelijk is het een derde plek. Ja, een mooie ereplaats, absoluut. Verliezen van Roglic en achter Hirschi eindigen is absoluut geen schande. Alhoewel, Hirschi in real life 2021, bijzonder mager seizoen. Hè? Wat was dat, man? Na 2020 had toch niemand dat verwacht. En we zien dus Alaphilippe op plek 9 schuiven. De wereldkampioen, maar ja, misschien niet meer voor lang. In real life heeft hij wel zijn wereldtitel verlengd. Maar niet zegt dat dat hier virtueel ook gaat gebeuren. Hè? Julien, hou je maar klaar, man. Helaas zullen wij het niet zijn. Nee, wij gaan geen wereldkampioen worden, zoals gezegd zijn. Tenzij er een plotse wending komt, een verrassing, dat was nog op die kalender staan, maar het ziet er niet naar uit. Het Europees kampioenschap, daar mogen we wel meedoen. In Trento natuurlijk, Italië. Heuvelachtig parcours, 178 kilometer in totaal, 3000 hoogtemeters, jawel. En de Cavedin ligt er onder meer op, de Vigo Cavedin. Dan nog deze klim. Het is het hoogste punt van het parcours wel, de Camdriai. En dan hebben we nog de Povo. Hè. De Povo gaan we meermaals doen. Dat zijn de lokale rondes al. We doen een 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer. 8 keer de lokale ronde met de Povo daarop of erin. En dit is de selectie voor België wel. Team Belgium met Tijs Benoot. Thomas de Gent is er ook bij van Lotto Soudal. Jasper Stuyven. Hij mag misschien de kopman zijn van Trek Segafredo. Dylan Teuns is erbij van Bahrein Victorious. Dan hebben we nog Greg van Avermaat van Ajuder Citroën. De volgende man in de rij, Dries van Gestel van Total Energy. Dan hebben we natuurlijk onze Mari van Zevenhand van de Koning Quickstep. En Intermarché, want die Gobert heeft nog Loïc Vliegen in de selectie zitten. Dit zijn de prominente per land. Met Italië, Fellini, Colbrelli en Formolo. Ja, kan Sonny hier iets doen? Virtueel. Mollema neem ik aan de kopman bij Nederland. Asgreen en de twee Pedersen bij Denemarken. De United Kingdom of het Verenigd Koninkrijk met Yates. Bardet, Madouas, Barguil bij Frankrijk. Geen Alaphilippe, zo lijkt, jawel. Boegman, Schachman bij Duitsland. Sivakov is erbij bij de Russen. Geniet, Jungels en Kirsch bij de Luxemburgers. Garcia Cortina de kopman bij Spanje. Geen Valverde, zo lijkt ook. Koen Hirschi bij Zwitserland. Sagan is er, jawel. Dan gaan we naar de volgende pagina. Roglic is erbij. Oeh, Primoz. Hij gaat meedoen aan dit EK. Dat is minder. Dan Martin voor Ierland. Conrad zagen we nog bij Oostenrijk. Portugal met Costa Oliveira Almeida er ook bij. Stibar voor Tsjechië. Oekraïne. Polen met Kwiatkowski en Maika. En Noorwegen met Holgaard, Janssen en Boissonhage. En de favorieten. En jawel, Julien doet mee. Oké, okay. Julien doet mee. Hij staat niet bij de top 3 van Frankrijk. Bizar. Bizar dit. Ja, Roglic die is erbij. Maar hij staat er niet bij. Bardet, Manuel, Barguil. Vreemd. Want ze komen niet hoger te staan in deze lijst van de bookmakers. Schachman dus op 1 met Alaphilippe en Hirschi. 2 sterren achter Roglic, Sagan en Benoot. 1 ster voor Manuel, Valverde, Colbrelli en Mohoric. Dus ook Valverde is er wel degelijk bij voor Team Spanje. En wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen met Mauri? Kunnen we hier een Europese titel binnentrekken? Op het BK zijn we ook ingeslaagd om Van Aert te kloppen, jawel. Op een parcours die ons ook wel lag, een beetje zoals vandaag. Maar ja, dan nog is het niet zo simpel om er Van Aert af te krijgen. Die doet vandaag niet mee. Je kan dat een geluk noemen, misschien ook niet. Want Team Belgium had wel een sterke kopman gehad met Van Aert hier aan de start. En wie is de kopman vandaag? Ja. Zal het Teuns zijn? Benoot. Benoot heeft wel een plus 3, hè. Tijs Benoot, plus 3 achter zijn naam. Ik denk dat Tijske de kopman gaat zijn vandaag. Gezien die dagvormen gaat hij het langste tijd houden. Het langst trekken op dit parcours. En de Cadin gaan we meteen aan beginnen. Een klim van 4,7 kilometer. En Van Zevenhand meteen positioneren, hè. Belangrijk op dit Europees kampioenschap.
Benoots nogmaals plus 3 dus. Klimstijd van 79. Heuvelstijd ging naar 82. Kemna, nee, die heeft geen superdag. En dan gaan we nog eens kijken waar Roglic zit. Roglic dagvorm, maar break-even. Dat is mooi. Dat is altijd goed. En Dumoulin, hij zal niet de kopman zijn bij Nederland, hè? Nee. En we zagen dus ook al dat Colbrelli en Alaphilippe een negatieve dagvorm hadden. En dat vooral Peter Sagan alweer een heel goede dag heeft, een plus 4. In Quebec kon hij dat niet verzilveren, zijn goede dagvorm. Kruiswijk, Rodriguez en Dunbar zijn de koplopers in dit Europees kampioenschap in Italië. 2021, jawel. Op het bijna, ja, het is eigenlijk het officiële parcours, hè. Rit gemaakt door PCM World. Ik weet nu niet meer of het Barna of Emmer was. Een van de twee zal het zijn. Props in ieder geval naar een van die twee mannen voor de TK na te maken op Pro Cycling Manager 21. En we gaan naar de laatste ronde. We gaan naar de laatste keer de Povo. En we gaan er nog een persvraag ook in knallen hier. Ja, zo gaat het eraan toe in mijn afleveringen. In mijn cyclist wiederafleveringen. Mr. L, wint Marie ooit het WK? Goh, dan zal hij toch nog een pak moeten evolueren op het heuvelwerk. Het is een goede heuvelspecialist, hè? Dat wel al. Maar tussen een degelijke ereplaats rijden en winnen, daar zit toch nog wel een serieus verschil tussen. En een WK zal in zijn geval zeker en vast lastig moeten zijn. En ja, dan kom je natuurlijk ook daar andere gezanten tegen die best ook goed omhoog kunnen. Dus momenteel zou ik zeggen van niet. Nee, maar oké. Okay. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. En gezien natuurlijk zijn voorgeschiedenis bij de jeugd, kan het altijd. Hè? Als hij progressie blijft maken de komende jaren, maakt hij wel degelijk kans om ooit wereldkampioen te worden. Maar die progressie gaat er moeten zijn. En dat gaan we zien. Hè? Ik heb geen glazen bol. Kan het niet voorspellen. En Bardet gaat er hier vandoor op de Povo. Bardet met de aanval. Hirschi de reactie. Krag Andersen wil ook mee. En ook Tischke zagen we reageren. Nee, het was niet Tisch, het is Teuns, excuseer. Ik zat even te slapen, amai, hè. Staat duidelijk Teuns boven, vriend. Oké, Benoot met nog even instructie, maar we moeten er naartoe. Aanval was Sevenant, de sprong naar deze kopgroep. Met Schachman, Roglic, Sagan, Formolo, Kwiatkowski, Bardet, Krag Andersen. En Dylan Teuns zit er natuurlijk ook nog. Maar wat zit er nog op de boog? De rode balk is weg, dat is jammer. We gaan hier toch even proberen, hè. Met de aerodynamische houding, de acrobatische afdaling is het eigenlijk eerder, geraken we weg of niet? Kom aan, mannen. Ah, Schachman met reactie. Ah, Schachman, alleen man. Duitsland nekt ons. Ah, stomme Duitser. Nee, ik mag het niet zeggen, excuseer. Oh, damn. We gaan moeten sprinten in Trento. Schachman houdt ons tegen. En daar de versnelling van Sagan. Roglic met reactie, Formolo is mee. Ja, wat gaat het hier geven? Sagan heeft een plus 4. Ik denk dat er weinig aan te doen gaat zijn. Tenzij dat hij zich nu volledig kapot rijdt. Sagan, voilà, we zien zijn balken nog. Heeft nog een decent rode balk zelfs. Bijna evenveel als ons en hij zit daar al op kop. Of komt er toch nog iemand over? We kunnen niet meer naar zijn wiel, dan rijden we ons dood. We gaan proberen vanuit deze vijfde positie te komen met Van Sevenant. Kom aan, Mauri. Benoot met nog een instructie, maar gaan we nu uiteindelijk toch naar medaille Sagan? Sagan, daar is niets aan te doen. Kijk eens aan, wat een overmacht van de Slovaak. Oh, wow, wow. Peter Sagan is Europees kampioen in Trento voor Primoz Roglic. Dan Hirschi, Kwiatkowski vinden we terug op plek 4, de Pool. En Schachman is uiteindelijk vijfde. En wij zijn wel 10, we eindigen in de top 10 op DTK. Benoot de beste Belg op plek 6, dan Formolo. Ook Dylan Teuns eindigt nog voor ons, tweede beste Belg dus. Wij zijn de derde beste Belg met Maurien van Sevenant. Dan Krag Andersen, Bardet, Garcia Cortina, Colbrelli, Valverde, Conrad en Julien Alaphilippe op nummer 16 voor de Koning Quickstep. We zijn wel de beste Wolf vandaag, oké. Okay. Het is toch al iets, het is mooi meegenomen. In ieder geval op 49 seconden de tweede groep met daarbij Almeida, Stibar en Aschgren. Dan natuurlijk wel voor de Koning. En ja, helaas. We waren mee bij de groep der favorieten. Al moesten we inderdaad wel even een tusseninspanning plaatsen om mee te zijn. Maar we hebben dat goed ingeschat. Maar helaas mocht het niet baten. Nee. Geen Europees kampioenentrui. Ah, ik had het wel graag gehad. Ik vind het een heel mooie trui trouwens, die Europese kampioenentrui. Net als de regenboogtrui. Ik vind dat twee heel mooie shirts in het wielrennen.
Als je dat al vergelijkt met de wereldbeker in het veldrijden, ja, dan heb ik echt zoiets van, mama, dit is lelijk. Swat, we gaan naar Trevallee, Varesien met Alaphilippe Aramburu, Formulo, Trentin, Stannard, Ulissi, Kovi, Van Sevenant, Almeida en Bagioli. En wat gaat het hier worden op Italiaanse bodem? De laatste voorbereiding op in Lombardia en dus geen wereldkampioenschap. Hè. We hebben niet meegedaan in Leuven. Maar wie is daar wereldkampioen geworden? Voor degenen die het willen weten, je moet blijven kijken. Voilà, Alaphilippe is het in ieder geval niet geworden. Dat kan ik nu al zeggen. Alaphilippe heeft zich niet opgevolgd als wereldkampioen in Leuven. En het is een bijzonder grote verrassing. Ja, absoluut. Man, man, man. PCM 21 op dat gebied slaat toch wel bijzonder hard de bal mis, vind ik persoonlijk. Ik had het al getoond op het einde van de vorige aflevering ook. De 5 topklimmers of de 6 topklimmers in mijn pro-cyclist carrière. Die hebben bijna geen grote rondes verreden. Ja, daar ligt al de fout van de AI. Ik heb nu wel gekeken in het WK. Oké, de meeste kleppers waren er wel. Maar degene die daar heeft gewonnen. En dat is natuurlijk via simulatie. Ja, ik weet het niet, man. In real life zou dat toch nooit meer kunnen gebeuren. Maar swat, we zullen het straks zien wie de nieuwe wereldkampioen is. Het is wel, ja, het is toch wel een kleine meme, vind ik. Dat is wat, we gaan het zien. In ieder geval, de Salita dei Ronchi. Dat is de slotklim op dit plaatselijk parcours. Straks gaan we hem natuurlijk een laatste keer doen. Dan ligt de finish definitiever getrokken. Dit is de voorlaatste passage. Valpartij Junior. Oh, Valpartij Alaphilippe. De kopman van de koning valt weg. En kijk, bam. Dan zijn wij plots de absolute kopman in deze finale. Tenzij Loulou nog terugkeert. Maar ja, daar vrees ik voor. Een minuut 40 is het verschil. En hier gaan ze niet wachten. Hè? Ja, UAE komt nu naar voren. Overpakken, zeggen ze. Voor Ulissi, voor Kovi misschien. En dan gaan we naar de laatste passage over die Salita. De Ronchi ligt klaar dus. Hoppa. 2,6 kilometer, 5% gemiddeld. En daar de verstelling van Spaans kampioen Aramburu. Aramburu wil het hier al forceren. Is dat Stannard die daar volgde voor Bike Exchange? Nee, nu Ulissi, nu Diego, nu komt hij. Kom aan, Mari. De laatste kilometer, we hebben nog een sprint. Het is een langgerekte kilometer die inderdaad zo wat op en af gaat. Kunnen we nog wedijveren? Geraken we nog naar die man van Bike Exchange? Nee, we zitten dood. Oh, wat een verkeerde timing LM in deze sprint, man. Verkeerd ingeschat. Ja, ik had niet verwacht dat die laatste kilometer nog zo lang was. Maar we worden wel vierde. Alweer een mooie ereplaats. Het is Robert Stenner die hem trouwens wint. Amai, amai. Ook een verrassing voor Ulissi. En dan Tess Fetsen. Wie is dat, man? Van Androni. Is dat de regen of bestaat hij echt? Het is wel een nationaal kampioen geworden, zie ik. Maar bestaat Tess Fetchen echt? Ja, oké. Het zou kunnen, hoor. Ik heb de naam precies gelijk nog nooit gehoord. Ik had alleen op een minuut en twee. En uiteindelijk zagen we dat ook. Dus Alaphilippe het gat niet meer heeft dichtgekregen na zijn valpartij. Goeie evaluatie, goede ereplek. Nou, ook al een goede ereplaats in de GP Quebec. Tijd om te winnen in Lombardia. Voilà. Het laatste monument van het seizoen. Het vijfde. We hebben het eerste gewonnen. Milaan-Sanremo. Hopelijk kunnen we hier afsluiten. Met ook een winst in het laatste monument. Dat zou heerlijk zijn. De Roncola. De Gisalo doen we in het begin in deze versie. We rijden dus van Como naar Bergamo. De Zambla Alta is een van de scherprechters in de finale. De Passo di Ganda is zelfs nog meer scherprechter in de finale. En de scherprechter is de Bergamo Alta in de absolute finale. Gaan we daar nog bij zijn? Ik hoop van wel. Pogacar, Bernal, Roglic, de topfavorieten in ieder geval. Landa en de gebroeders Yates hebben twee sterren achter hun naam. Hamilton, Vlasov, Miguel Angel Lopez en Carapaz, dat zijn de mannen met één ster. En ja, zoek niet achter Mauri, want ze staan er niet in. En voilà, deze man is wereldkampioen geworden. Nee, niet deze, maar wel deze man. Jawel, Sepp van Marke is wereldkampioen geworden in mijn pro-cyclist carrière. Hij heeft de 2K gewonnen in Leuven voor Benoot en Maika. Allee. Oh, PCM, dit kan niet, man. Dit is echt een meme, kom aan, man. Dit is een joke, hè. Allee. Sepp van Marke. Ja, alle respect voor Seppken, hè.
maar die gaat nooit in zijn carrière nog wereldkampioen worden. Zelfs niet als alle koerssituaties meezitten en het WK wordt verreden over het circuit van, of het parcours van Paris-Roubaix. Zelfs dan gaat het niet gebeuren van Marke. Ja. Benoot was dus tweede, maar ik had derde, had ik al gezegd. De Evenepoel was wel wereldkampioen tijdrijden. En kijk eens aan, de Belgen hebben wel de schoof gescoord qua overwinningen of medailles, schoudermedailles dan. Want Wout van Aert won ook nog eens het Europees kampioenschap tijdrijden. En ja, het EK op de weg zagen we natuurlijk, hè, waar Sagan wist te winnen. En dan gaan wij naar Il Lombardia. Jawel, wat kunnen we hier doen? En kijk eens aan, een plus 3 dag voor. Dat is lekker, man. Dat is bijzonder lekker. En dat komt, denk ik, door de willpower. Ik dacht dat ik in deze etappe de willpower had gebruikt. Ik had dus die skill verruimd en ik had nog een paar bonussen daardoor over. 2, denk ik, om precies te zijn. Ik had er nog 2 extra gekregen. Dus wel een plus 3. Dat is mooi. Die kunnen we zeker gebruiken, want het is een bijzonder lastig parcours, hè. Deze Il Lombardia. De andere versie van Bergamo naar Como is natuurlijk ook bijzonder lastig. Beide versies zijn gewoon voor een klimmer. En misschien wel ook voor Mari. Wie weet, de Belgische kampioen straks aan het feest in Bergamo. Dat zou heerlijk zijn. Roglic heeft in ieder geval een plus 2 vandaag. Mika Landa ook even bekijken. Plus 2 achter de Spanjaard van Bahrein. Carapaz, negatieve dag voor. Ja, Sonny gaat hier niet winnen. En Higuita, die kunnen we helaas niet zien. Nog een persvraag in deze aflevering. De tweede namelijk. En de vraag luidt of komt van Jarne. Wie gaat welke trui pakken, denk jij, in de Tour de France 22? De gele trui, Tadej Pogacar. Ik denk toch een derde keer op een rij. Al hoop ik ergens wel dat Roglic hem wint. Omdat hij het eigenlijk wel stilaan verdient, vind ik persoonlijk. Het zou sneu zijn moest Roglic zijn carrière afsluiten zonder een eindoverwinning in de Tour de France. De groene trui gaat gewonnen worden door Wout van Aert. Hoop ik toch. De bergtrui, dat is altijd de moeilijke. Hè? Wie gaat die bergtrui in godsnaam binnenslepen? Enric Mas, ik zeg maar iets. Primoz Roglic kan ook. En de beste jongere in de Tour de France gaat worden, ja, Tadej Pogacar zeker. Die maakt nog aanspraak op het klassement of niet meer? Ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, jawel hè. Tadej is nog geen 24. Nee, Pogacar wordt de beste jongere alweer in de Tour de France 22. En deze mannen gaan er vandoor op de Zamba Alta. We zijn bijna boven. Het is eigenlijk het tweede stuk van deze beklimming. De uitloper met daar nog op een stijl knikje en wij moeten mee. Hè? Kom maar, Mauri. Even acrobatische afdaling alweer. Oppassen dat we niet vallen, want we zagen toch ook in Wout van Aert zijn pro-cyclist carrière serie dat we in seizoen 3 op dit parcours genadeloos onderuit gingen in die afdaling. Maar het was wel in de afdaling van deze Passo di Ganda, dacht ik. Ja, het is al even geleden. In ieder geval, deze Passo, 8,4 kilometer... lengte 7,6% gemiddeld en daarna Jiro Quintana halverwege deze Il Lombardia weggesprongen uit de groep der favorieten of uit de peloton met nog 2 anderen, maar ondertussen alleen. Maar op de Ganda is hij eraan voor de moeite en dan de verstelling van Landa. Landa gaat op 30 kilometer van de streep het gaan proberen. Pogacar schuift in. Het is was het Kemna en is het Higuita of is het Uran? Het is Conrad trouwens. Geen Kemna. En wij moeten toch wel even zien wat we gaan doen. Hè? We hebben wel nog wat gele balk over. Maar dit laatste stuk van de Ganda. Ja, het is lastig. Je blaast je hier heel snel op. We zagen het ook met Van Aert dat we ons hier aan het opblazen waren. Of opbliezen. En daar komt Roglic. Oh, Roglic. Mamai. Primoz. Erop en erover, zegt hij. Bernal is mee met ons. En wij komen nu bij Conrad, Valter, Landa. Pogacar zit er natuurlijk ook. En Roglic gaat door hoor. Ja, oh, Primoz, wat is die nog goed man. Gaat er hem nog iemand terughalen in de afdaling van deze Ganda? Ja, wij gaan het proberen. Maar we gaan toch wel opletten dat we niet onderuit gaan. Hè? Hier gebeurde het ergens met Van Aert, dacht ik. In ieder geval... We zijn niet op de rechte stukken aan het versnellen. Met de acrobatische afdaling in de bochten zet ik hem uit. Voilà, dat was de tactiek in deze afdaling. En Bernal gaat het nu hopelijk dichten. Met Valter, met Landa, met Conrad. Op naar Roglic. En maken we kans om het hier af te maken. Ja, kasseien straks hè, op de Bergamo Alta.
We hebben geen supercast 6-tet, maar wel een 65 met de dagvorm inclusief. En daar gaat Konrad. Daar gaat Konrad, jawel. Patrick, hoppa, hij is weg voor Bora Hansgrohe. Kom maar, Roglic. Tijd om het dicht te rijden. Rij je markje goed kapot, man. De dagvorm kunnen we helaas niet zien bij Konrad. Positieve dagvorm dus bij Roglic, ook bij Landa. Bernal break even. En ik heb geen punten meer over, ja, anders ging ik Valtaire ook nog even checken. Pogacar komt eraan, of hij probeert toch te dichten. Dan hebben we nog een groepje met 10 man. Met de gebroeders Yates, Lopez, Hamilton, Ciccone, Martin. Of Martin. En wij gaan naar de laatste 10 kilometer. Op naar de laatste 5 nu zelfs. Op naar de Bergamo Alta. We moeten er als eerste aan beginnen. Hè. Ja, dat staat buiten kijf. Maar ja, wat dan? 30 seconden, 25, 18. Ja, dat groepje van 11 komt nu bijzonder dicht. Want Pogacar is daar terug opgeslokt door die mannen. En wat kunnen wij doen op deze kassei, puist Bult? Wie gaat ons hier overpoweren? Ik hoop niemand. Ah, daar komt Roglic al. Oh, amai, amai. Roglic overtuigend. Konrad naar het wiel. Bernal ook mee. Ook Valter. Landa zal ook zo meteen inschuiven. En wij dan maar naar het wiel van Mikel. Alhoewel, alhoewel. Oh, Roglic is weg. Roglic met een gaatje. Ja, nu is het gewoon pokeren, hè. Op wie gaan we gokken? Gaan we het zelf doen? Gaan we in iemand zijn wiel kruipen of gaan we gewoon zelf vroeg gaan? Gaat het hier nog stilvallen? Ja, het lijkt me toch stil te gaan vallen. Roglic zet niet door. Geen aanval nu. Ja, ik ga het toch proberen. Hè. Ik ga het proberen. Wie weet, laat ons rijden. Kom aan, op naar de kant. Niet naar het wiel gaan, mannen. Laat ons rijden. Laat ons rijden. De sprint is in ieder geval begonnen. Van Zevenhand met de winst. Niel Lombardia, het kan. Ah, Roglic is rand overkomen. Roglic gaat hem pakken, denk ik. En klopt, Konrad ons ook nog voor de tweede plek. Ah, Primoz. Primoz. Nee, man. Dit kan je niet menen. Ah, damn, damn, damn. We waren er dichtbij. Oh, bijzonder dicht. Kijk eens aan. We worden wel nog tweede voor Konrad. Maar Primoz pakt het monument voor onze neus weg. Oh, doe me, doe me, doe me. Zuur dit. Na die Vuelta, dit er ook nog eens bovenop. Ja, het kan niet op. Oh, de pech in het laatste stuk van deze carrière. Deze pro-cyclist mode is er echt wel aanwezig. Maar oké. Okay. Een heel goede wedstrijd verenigd. Je kan anderzijds ook wel stellen, ja, misschien had je ook wel al veel geluk om een +3 dagvorm te hebben. Ja, dat is waar. Het had slechter gekunnen. Maar we hebben wel gewedijverd met de beste in Il Lombardia. En er zal nog hier en daar toch een stijging nodig zijn met onze levels om volgend jaar optimaal te kunnen wedijveren tegen bijvoorbeeld een Roglic, tegen een Pogacar. En natuurlijk ga ik ook sowieso de grote rondes proberen editen. Als de AI toch vreemde dingen alweer doet. Normaal met de Carrière Explorer van Davy de Puit kan je dat op voorhand al checken. Welke bezetting en welke grote ronde meedoet. Dus ik zal dat wel even bekijken. Zodat we dit niet meer voor hebben. Hè. Caruso die de Giro wint. Oké. Savan nog. Maar Godu die de Tour de France wint. En Roglic en Pogacar die niet meedoen aan de Tour. Ja, dat kan toch eigenlijk niet. Mas won La Vuelta, podium voor ons is daar in de Tour Down Under. Wonnen we wel een leuke World Tour ronde. Kaartje was het best in Parijs-Nice, Yates in de Tireno. Pogacar won de ronde van Catalonië. Dumoulin won de ronde van Baskeland. De ronde van Romandie was voor Mikel Landa. Vlasov de beste in de Dauphiné. Nog eens Pogacar aan de winst in de ronde van Zwitserland. En in Polen zagen we Roglic winnen. En Alaphilippe won de Bing Bang Tour. Jawel, de ronde van de Benelux, als je het zo mag stellen. Van Marken is dus wereldkampioen op de weg. Evenepoel wereldkampioen tijdrijden. Sagan, Europees kampioen op de weg. En Wout van Aert, Europees kampioen tijdrijden. Nationale kampioenen, Larsen in Denemarken. Carty in de United Kingdom. Demare in Frankrijk. Spanje heeft Adam Boudou. Caruso in Italië zagen we dus ook al in deze aflevering. Was Zevenhand kampioen in België. Dat was een van de heel mooie overwinningen dit seizoen. Mathieu van der Poel in Nederland en Niels Pollet, Duits kampioen. De monumenten, jawel, in Milaan-Sanremo sloegen we toe. Ja, het makkelijkste monument. Ja, oké, we hebben het gewonnen. Je moet het maar doen, zeg ik altijd. De dubbel voor Van Aert in de Ronde van Vlaanderen en Roubaix. Geen spoor van Van der Poel, vreemd.
Asgreen wel twee keer top 3 daar. En Pidcock won in Luik-Bastenaken-Luik. En Il Lombardia was voor Roglic tweede plek. Voor Mauri van Zevenhand, dat zagen we ook daarnet. Heel jammer, maar oké. Okay. De Strade was voor Julien. De E3 voor Van Aert. Sam Bennett won in Gent-Wevelgem. Oké, okay. Sterk Bennett. In real life kwam hij ook wel ver mee natuurlijk. Madouas in de Amstel. Pidcock in de Waalse Pijl. Jawel, San Sebastian voor Van Zevenhand. Bennett in de Euro Eyesight Classics en in Canada won Roglic twee keer. 16 overwinningen dit seizoen. Mooi, 1 monument, 2 klassiekers, Belgisch kampioen, de puntentrui en de bergtrui in La Vuelta. En dan is het nog alleen kijken naar volgend jaar. Of ja, de ranking. De ranking gaan we nog even meepakken. Ik was even aan het nadenken. De World Tour rankings hebben eerste geworden. Oh, dat is leuk. Voor Pogacar en Van Aert, ja, dan hebben we echt wel heel constant gepresteerd in de World Tour. We hebben ook natuurlijk bijna alleen maar World Tour wedstrijden gereden. Alaphilippe op plek 8 voor de Koenig, Almeida op 11 en Bennett op 12. En in de Super Prestige, of eigenlijk gewoon de UCI-ranking, zijn we tweede geworden achter Wout van Aert. Ja, oké. Okay. We hebben iets minder in de continentale koersen gescoord. We hebben er ook heel weinig gereden. Maar Van Aert was dus globaal gezien de beste renner dit seizoen. De Velodoor zal ik misschien nog even snel tonen in de volgende aflevering. En deze 3 ploegen, daar gaan jullie uitkiezen. De Koenig Quickstep, Jumbo-Visma of Team Quebeca. Ik heb natuurlijk de deadlines geëdit met de database editor. Maar natuurlijk de aanbiedingen, dat is volledig AI gestuurd. Heb ik niets mee te maken. Dus je kan dus gaan kiezen volgende week in de poll. Blijven bij de Koenig Quickstep. Gaan we naar Team Quebeca Next Hash of gaan we naar Jumbo-Visma? In ieder geval, bedankt alweer om te kijken naar deze aflevering. Abonneer nog gerust op mijn kanaal. Als je niet bent geabonneerd, ja, het zou leuk zijn om de 2K toch te halen. Ja, als dat niet gebeurt, dan zal ik toch even gaan moeten bezinnen over mijn YouTube-kanaal. En dan anderzijds, bedankt alweer om te kijken. Graag tot de volgende. Morgen dus met FUT, met de Champion, FUT Champions Playoffs. Jawel, tot de volgende en bye bye.